bijna iedereen zit tegenwoordig wel in een groepsgesprek. Al is het Facebook Messenger, Instagram Message, WhatsApp. Je hebt gewoon tegenwoordig echt van alles. Een familiegroepsgesprek. Een vriendinnengroepsgesprek. Een groepsgesprek waar die ene vriendin dan weer niet in zit. Too much. Het is natuurlijk handig om met elkaar lekker gezellig te babbelen, maar het brengt ook een hoop irritaties met zich mee. Bij ons wel. Maak jezelf klaar en zet je groepsgesprek de komende dagen maar een paar keer uit, want deze irritaties ga je zeker herkennen. De persoon die elk woord per bericht doet. Volgens mij herkent elke persoon dit wel. Het is vreselijk. Je mobiel die constant afgaat omdat iemand één zin per woord moet berichten. Echt. Het enige voordeel van dit probleem is dat je gewoon een gratis masseur hebt. Jeetje. Wat een berichten. Oh mijn god. Nou, dat is best lekker. Oh ja. Oh ja. Genieten. Dat moment wanneer je in een verkeerde groepschat begint te praten. Je bent een heel persoonlijk bericht aan het schrijven voor bijvoorbeeld je vriendinnengroepsapp. Want je wilt weten welk BH je onder de topje aan moet. En dan stuur je het gewoon naar een verkeerde groepsapp waar de helft van de jongens van je klas gewoon in zit. Ik bedoel, hoe awkward. Dat gevoel wanneer je gewoon helemaal geen zin hebt om met bepaalde mensen in een groepsgesprek te zitten. Dit is gewoon zo'n gevoel van gevangenschap. Het boeit je eigenlijk niet wat er wordt afgesproken of wat er wordt gezegd, want je hebt gewoon niks met die mensen die erin zitten. En dan ook nog het ergste, je wilt er natuurlijk niet uitgaan omdat je niet op een egoïst wilt lijken. Bijvoorbeeld weken geleden heb jij gezegd in die groepsapp waar die meiden of die mensen in zitten een leuk iets te doen, gewoon een leuk afspraakje. En dan willen ze niet en dan op die dag zeggen ze van, yo, laten we dat gaan doen, want ja, dat is leuk. En dan heb jij het al gedaan met iemand anders. God, weer een groepsapp? Oh my god, niet weer met haar erin. Oh, ik ben zo gek van haar, ja, dag! Dat klefkoppel in een groepsgesprek. En dan heb je altijd ook nog die twee mensen die constant een klefgesprek met elkaar houden. En de rest van de groep zit gewoon toe te kijken van hoe loners ze wel niet zijn. Constant met elkaar flirten, hier en daar een afspraakje maken en dan weer daar een leuke emoji. Allemaal geklef. Get yourself a room. Dat moment wanneer je over iemand praat, maar vergeet dat diegene ook in de groepsgesprek zit. Pijnlijk en super awkward natuurlijk. En weinig kans om je hier nog eens goed uit te lullen. Good luck with that. OMG, hebben jullie al gehoord dat Larissa het met Michael heeft gedaan tijdens het schoolfeest? Super lelijk. Oh my god. Shit. Oké, dit waren de irritaties voor groepsgesprekken. Irriteer je dan echt aan veel meer dingen tijdens een groepsgesprek? Let us know in de reacties hier beneden. Doe een duimpje omhoog als je al deze irritaties herkent. En deel deze video ook met al je vrienden die je constant irriteert tijdens een groepsgesprek. Vergeet ons niet te volgen via social media. We hebben alles in huis. Alles staat in de beschrijving hier beneden. En check onze laatste video's nog even die hier beneden staan. En dan zien we jullie volgende week weer met een nieuwe video. Doei!